Goedemorgen. Fijn om hier uh, te staan. Uh, ondanks de lege zaal, uh, wetende dat er mensen thuis zitten te kijken die uh, geïnteresseerd zijn en benieuwd zijn in wat er gebeurt op de zondagochtend toch ook weer. En hoe mooi het is om uh, ook in de digitale wereld bij elkaar samen te komen en op die manier één te zijn met elkaar. Probeer ook één te zijn in een thema dit jaar. En uh, het thema dit jaar, discipelschap jij uh, en de ander, um, is weer begonnen. We preken een aantal, of een aantal preken in een serie. Vorige week is Marcel de Mooi begonnen met het thema over je naaste. Um, hij heeft vooral nagedacht over wie is nou eigenlijk je naaste? Um, en Hoe kijk je op die manier naar de mensen om je heen? Um, en hoe laat je je daardoor leiden? Vandaag zal ik het uh, daarover verder hebben, over je naaste, over kijken naar de wereld door Jezus' ogen. En volgende week zal Thijs Jansen verder gaan met het laatste blokje, met het laatste preek van het eerste blokje over naastenschap, over Jezus en de naaste. Uh, en vervolgens zullen er nog uh, drie blokken van preken gaan komen, uh, het onderbroken even door andere sprekers en andere mensen. Nou, vandaag mag ik dus de tweede preek bezorgen. En um, ik, ik ga het hebben dus over kijken door Jezus' ogen. En dat um, driep in de omgeving uh, wat reacties op. En daar probeer ik in deze preek bij stil te staan. Um, kijken door Jezus' ogen. Allereerst riep het bij een aantal mensen de vraag op of het nou eigenlijk wel zo Bijbel zit. Het staat niet letterlijk in de Bijbel. Kijken dat we opgeroepen worden om door Jezus' ogen te kijken. Dus hoe zit dat dan precies? Uh, hoe kunnen we daarin uh, een voorbeeld gaan zijn of, of naar de wereld gaan kijken? En eh, verbazingwekkend genoeg met iedereen bijna die ik het erover had. Eh, kijken door Jezus' ogen, hij gaf aan, oh, oh, dan moet ik aan Sageus denken. naast me zit iemand die dat in de voorbereiding al aangaf. En er waren meer mensen die dat zeiden. Dus nou ja, dat riep voor mij in ieder geval een bevestiging op dat ik het daar toch over moet hebben. Dus we gaan eh, aan de hand van het verhaal met Sageus kijken naar hoe Jezus naar de wereld kijkt. En wat wij daarvan kunnen leren. Het is niet het enige verhaal waarin je kan zeggen van zo zien we hoe Jezus naar de wereld kijkt. Belang na niet, maar het is denk ik wel een heel mooi verhaal en een heel boeiend verhaal. Um, de tekst komt in beeld, maar als je mee wil lezen, Lukas 19, vanaf vers 1. En Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen. En zie, er was een man van wie de naam Sageus was. En hij was oppertollenaar. En hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. En daarvoor uitgelopen te zijn klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar voorbij komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op. Hij zag hem en zei tegen hem: Sageus. Haast u en kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden: Hij is bij een, zonder, een zondige mannen binnengegaan om daar zijn intrek te nemen. Zegees nu ging staan en zei tegen de heren: Zie, de helft van mijn goederen, heren, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik het vierdubbel terug. Toen zei Jezus tegen hem: Heden is in dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. We zien hier het verhaal van Zacchaeus. Een verhaal wat een voorbeeld is van hoe Jezus naar de wereld kijkt. Jezus is onderweg naar Jeruzalem. Het is de laatste periode eigenlijk van zijn leven. Het is de laatste persoonlijke ontmoeting die Jezus heeft in het Lucas Evangelie. Dus ik denk ook dat Lucas hier eigenlijk duidelijk wil maken over wat de kern is van Jezus optreden hier op aarde. Zacchaeus uh, zit daar, uh, wil Jezus zien. En uh, ondanks de menigte lukt het hem niet om, om erbij te komen. Hij is ook nog eens klein, dus dat helpt ook allemaal niet mee. Um, en hij worstelt zich naar voren, klimt in een boom om Jezus daar te zien. En uh, ja, waarom die daar gaat zitten is nog een beetje onduidelijk. Is die echt oprecht benieuwd naar wie Jezus is? Is het uh, meer een soort van: nou eens even zien wie die man nou eigenlijk is? Daar, daar verschillen de meningen ook heel erg over. Maar uiteindelijk doet dat er denk ik ook niet zo heel veel toe. Het gaat erom dat Jezus daar langskomt, opkijkt en hem ziet. Jezus ziet Zacchaeus. Zacchaeus betekent rechtvaardige. Kan je je van afvragen op dat moment of hij wel zo rechtvaardig is. Het is denk ik op dat moment de meest gehate man van de stad. Hij perste mensen af, trochelde zijn geld af en werd daar zelf heel erg rijk van. Werd met de nek aangekeken, maar niet door Jezus. Jezus roept hem, nodigt hem bij zichzelf uit. En Zacchaeus komt uit de boom. Accepteert Jezus met blijdschap. Heeft een, een maaltijd met hem. En tijdens die maaltijd draait Zacchees er radicaal om. Iets in de blik van Jezus, iets in het optreden van Jezus, heeft een enorme impact gemaakt op Zaccheus en op zijn leven. En dat roept de vraag op: wat, wat zag geest in die blik? Wat deed die blik van Jezus. Met Zacchaeus. Wat kunnen wij daar natuurlijk ook van leren? En om te leren hoe je door Jezus ogen kan kijken, eh, of hoe je naar de wereld kan kijken met Jezus, is het belangrijk om eerst eens even te kijken naar hoe Jezus nou eigenlijk naar de wereld zelf keek. Om daar weer van te kunnen leren. Nou, Jezus leven op aarde is eigenlijk samen te vatten aan de hand van het laatste vers. De zoon, dus, mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. De relatie tussen de mensen en God is verstoord. Uh, vanaf uh, nog wel een goede begin lezen we over Adam en hoe Adam uh, het contact met God verliest. Overigens zat Adam vervolgens ook in een aantal bomen verstopt. Uh, Jezus. Of God probeert de mens weer bij zich te krijgen op een aantal manieren, maar dat faalt elke keer opnieuw. En uiteindelijk stuurt God zijn zoon, Jezus, naar de aarde als ultieme reddingsplan. Jezus, die op aarde is, gekomen is om alles en de mensen die verloren zijn te zoeken en bij zich te roepen. Jezus wil de relatie tussen de mensen God herstellen en tussen de mensen en het volk van God om hen heen. Dus daarom noemt Jezus zegt ook zo duidelijk, zoon van Abraham, op het moment dat hij bij hem is. Hij wil Zacchaeus vanuit die positie halen waarin hij achtergesteld is, met de nek wordt aangekeken en weer midden in het volk zetten. Verbonden met de mensen om hem heen. Ook, ook Zacchaeus, ondanks wat je gedaan hebt, ondanks wat je misschien nog doet, ben jij een zoon van Abraham. Hoor je bij het volk van God. Jezus roept Zacchaeus uit de boom en net zoals he, als symbolisch ook Adam eh, geroepen werd, wordt hier ook Zacchaeus weer geroepen om ook weer verbonden te zijn met God in het licht. Niet verstopt, maar zichtbaar. Het doel van Jezus op aarde was om, om een nieuw Koninkrijk als het ware te vormen, om een nieuw Koninkrijk te brengen waarin iedereen mag deelnemen. Maar vooral het doel om de wil van God te doen. Daarom staat er in vers 5 ook zo expliciet, ik moet in uw huis verblijven. Hoezo moeten? Jezus is de machtigste man, hij kan doen wat hij wil. Waarom moet hij per se mesaggeus zijn? Hij moet er zijn omdat het de wil van God is om daar te zijn. Jezus volgt de wil van God en ontmoet mensen, roept mensen, ziet mensen. God werkt in Jezus. En God openbaart zichzelf door Jezus. Jezus is de verkondiger van God en Gods plan op aarde. Hij zegt ook zelf, wie mij ziet, ziet de Vader. En Jezus leeft geheel uit en tot God. Hij brengt Gods gerechtigheid, waar mensen weer tevoorschijn mogen komen, bevrijd worden. En in vrijheid mogen leven. Zijn geest wordt bevrijd uit het leven waar hij dan is... Om Jezus en God te dienen. Jezus ziet om naar mensen. En Jezus leeft dus op die manier vanuit een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar mensen uitgenodigd worden om deel te nemen, om rust te vinden, om te zijn. Maar wel op voorwaarden die God, die Jezus als koning stelt aan de mensen. En ook Zacchaeus moet daardoor dus veranderen. Zacchaeus wordt gesteld voor een keuze. Als gevolg van de ontmoeting met Jezus. Het was een rijk man die zijn vermogen verdiend had op een niet zuivere manier. En Jezus confronteert hem daarmee en dan is er een keuze: of je blijft in de wereld, of je neemt deel aan het koninkrijk wat Jezus voorstelt op aarde. Dat is eigenlijk geen andere optie. Jezus confronteert. Confronteert zijn confronteert ons. Alle wereldse zaken die wij als super waardevol vinden, zijn waardeloos soms in de ogen van Jezus. Jezus doet Gods wil op aarde. Jezus ontmoet zondaren. Jezus ontmoet mensen die verloren zijn. Hij eet met mensen zoals Zacchaeus. En het wil van God volgen op aarde, wat Jezus tot aan het kruis zal doen, die enorme prijs die Jezus daarvoor betaalt om mensen met God te verbinden, mensen met God te verzoenen, uiteindelijk kost het hem zijn leven. Dat is de prijs voor dit laatste ultieme reddingsplan wat Jezus met de wereld heeft. Dus als je de missie van Jezus op aarde als, als vervulling van Gods plan, als God openbare op aarde om verlorenen te zoeken, samenvat, wat kan je dan zeggen over wat Jezus ziet? Nou, Jezus ziet lijden. Jezus ziet ziekte, ziet pijn, ziet ellende. Je ziet mensen die leven zonder herder, die verloren zijn, angstig, die vastzitten in zonde, die geketend zijn. En die mensen wil Jezus bevrijden. Die verlorenheid wil Jezus doorbreken en mensen uitnodigen om met hem te leven en deel te nemen. Zeg, Jezus krijgt op die manier opnieuw verbinding met God, leert opnieuw te leven, en hoe het tot zegen moet zijn. Jezus ziet wat verloren is, ziet de zondaar, ziet de mensen, ziet ons allemaal. Dat is wat Jezus ziet. Maar voordat we kunnen kijken naar hoe wij dan op die manier naar de wereld kunnen kijken, is er nog een tussenstap mogelijk of nodig. Die tussenstap zien we ook bij Zacchaeus. Jezus ziet naar Zacchaeus. Maar Zacchaeus laat zichzelf ook geconfronteerd worden. En gaat eerst bij zichzelf te raden. En daarna volgt de verandering. Dus het is ook belangrijk om onszelf te zien in Jezus' ogen. Als Jezus ons ziet, dan worden wij namelijk geconfronteerd met onszelf. Dan zien wij onze reflectie in zijn ogen. We gaan bij onszelf dingen zien die we niet bij Jezus zien. We gaan dingen zien die schuren en die niet passen bij het koninkrijk dat Jezus verkondigt. We zien woorden die onze eigen ego strelen. Daden die vooral op onszelf gericht zijn. Die ons zelf centraal stellen. En die blik daagt uit. Die blik kan pijn doen. Maar die blik is ook vol liefde. Jezus ziet ons. Hij kent ons allemaal bij naam. Hij roept ons op om hem te volgen. Om hier radicaal om te draaien. Om de wereld. Zoals de wereld is, los te laten. En is niet. De, de, de roep om navolging is niet zozeer. per se een roep om letterlijk Jezus te worden. Dat is een onhaalbaar doel. Wat we onszelf soms wel wellicht wel instellen. stellen. Um, en, en, en dan moet ik weer oppassen, want dat klinkt bij de, bijna onbijbels om te gaan zeggen: van ja, word niet als Jezus. Maar. We worden wel opgeroepen om hem te imiteren, om hem na te volgen en na te doen, maar het gaat om iets diepers. We blijven namelijk ook onszelf, en we blijven ook eh, onszelf in de situatie waarin we zijn. En als we geconfronteerd worden, hebben wij ook te dealen met die situatie. Zaccheus had te dealen met de situatie waarin hij zat. Wij hebben te dealen met onze situatie. We blijven nog steeds onszelf in de blik van Jezus' ogen. Waarin we opgeroepen worden om eens kritisch te kijken naar wie we zijn, wat we doen. Om te strijden met ons menselijke ik. Jezus ziet ons, en in zijn blik zien we leven, zien we genade. In zijn blik zien we wat we moeten najagen, moeten nastreven: een blik vol liefde, maar ook confrontatie. Een blik van genade, maar ook een blik van een rechter. Om te wijzen op wat we moeten veranderen. Kijken door Jezus' ogen is God zien. En eigenlijk zou je het misschien nog wel krommer of scherper kunnen zeggen. Kijken in Jezus' ogen of door Jezus' ogen is Jezus zelf zien. Jezus is het centrum van de wereld. De enige manier waarop we kunnen leven. De enige die we nodig hebben om in beeld te houden. Om op een goede manier in het leven te kunnen staan, in de wereld te kunnen staan. Christus Jezus is de enige weg om mensen weer bij God te brengen. Om onszelf bij God te brengen. Leren we kijken hoe Jezus kijkt, dan zien we het werk van Jezus, hoe Jezus werkt en wat Jezus wil bereiken. Jezus kwam om wat verloren is te zoeken. En wie zijn er dan verloren? Wij allemaal. Allemaal hebben we het nodig om door Jezus gevonden te worden. En dat kan, want Jezus kent ons allemaal bij naam. Hij roept ons allemaal uit alle bomen waarin we verstopt zitten, verscholen zitten. Begint dus bij jezelf zien in Jezus' ogen. Naar onszelf durven kijken in Jezus' ogen. En dan kunnen we ook naar de rest van de wereld gaan kijken. Er zit een volgorde in. Begint met Jezus die ons ziet. Wij zien ons in Jezus' ogen en daarna komt de wereld in beeld. En is het dus in dat opzicht bijbels om te zeggen door Jezus' ogen te kijken? Nou, ja en nee, het is natuurlijk allemaal weer niet zo zwart-wit. Um, het belangrijkste is, is de volke die er bestaat. Dat we het volgen van Jezus, hem imiteren, gaan zien als een to-do-actie. Terwijl Jezus' volgen allermeest en bovenal een relatie vormen betekent. Het gaat niet zozeer om Jezus te worden, maar om bij Jezus te zijn. Dus in dat opzicht meer Bijbels om te zeggen dat kijken door Jezus' ogen eh, belangrijker is dan door Jezus' ogen kijken. In iemands ogen kijken betekent contact. Betekent relatie opbouwen. Betekent uitwisseling. Je leert elkaar beter kennen. En doordat je ziet wat er in iemand anders ogen speelt, en doordat je ziet wat er in iemand anders leven speelt, leer je daar ook van. De ogen zijn de spiegel van de ziel, wordt er wel eens gezegd. En in dit opzicht is dat denk ik heel kernachtig. Laat je Jezus in jouw hart en in je ziel kijken, en omgedraaid zal je dus ook in Jezus ogen mogen kijken om te zien wat Jezus belangrijk vindt in de wereld. Waar hij je wil hebben in deze wereld. Welke talenten jij hebt om in te kunnen zetten. En we hebben allemaal unieke talenten. En dat betekent dus op dat moment dat als je de relatie opbouwt met Jezus, dat je mag ontdekken wie jij bent en hoe je dat kan toepassen. En dat is dus niet dat met z'n allen met 250 man uh, vluchtelingen moeten helpen. Dat is heel belangrijk. Maar er is een groep mensen die daar speciaal voor geroepen zijn. Een andere groep. Is geroepen om hier aanwezig te zijn om te dienen. Om, om het woord te kunnen verkondigen door techniek, door, door zang, door oudste te zijn, noem het maar op. Iedereen wordt op die manier uniek geroepen en dat ontstaat als je weet wat jouw relatie is met Jezus. Zonder die relatie bestaat het risico dat we het gaan, gaan kijken om het kijken, dat we gaan zien om het zien zonder Jezus. Dat we Jezus gaan gebruiken voor ons eigen doel. En dan draaien we de boel dus om. Dan houden we onszelf voor dat onze plannen het beste zijn. Dat wij, wat wij doen, dat dat goed is. En dat we onze eigen gerechtigheid wel kunnen verdienen. Dat we het zelf wel kunnen rooien. Maar uiteindelijk bestaat dan het risico dat je straks oog in oog staat met Jezus. En Jezus moet concluderen: Je hebt heel veel gedaan, maar ik ken je niet. Zonder relatie met Jezus. Kan je niet naar de wereld kijken op de manier dat Jezus naar de wereld, ons naar de wereld wil laten kijken? Het draait om relatie. Samen met Jezus de wil van God de Vader doen hier op aarde in zijn koninkrijk. En we leven ook nog steeds in de wereld, we staan er niet buiten. Wat dat betreft zijn we, het wordt vaak gezegd, we leven wel in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. We leven in twee koninkrijken, waarvan die van God het belangrijkste is. Jezus kwam om wat verloren was te zoeken. Dan moet je jezelf herkennen als verloren. Je zou kunnen zeggen dat alleen dan Jezus je kan zien. Als je eerlijk bent naar jezelf, als ik eerlijk ben naar mijzelf, dan zie ik iemand die verloren is en die niet zonder Jezus kan. Op het moment dat we die relatie aangaan, op het moment dat jij die relatie opbouwt. Zal dat confronterend zijn. Maar zal dat ook nieuwe wegen openen. Ik weet nog dat ik op een bepaalde dag. Geroepen werd als een soort sagees. Uh, 31 mei 2017 letterlijk. Ik weet nog. Uh, heel goed. Um, er was een moment dat het overduidelijk was. Hoe Jezus riep. En ik wist dat dat ook een dag was. Een moment was waarop ik moest kiezen. En. Vanaf dat moment is mijn leven radicaal anders geworden. Maar tegelijkertijd is dat wel met vallen en opstaan. En door Jezus ben ik anders naar de wereld gaan kijken... en leer ik elke keer weer opnieuw uh, hoe je dat beter kan doen. Er zijn heel veel manieren om geconfronteerd te worden. En, en het is altijd een beetje een risico om zo'n persoonlijk verhaal te gebruiken... waarin het allemaal zo radicaal is... Um, maar je kan ook geconfronteerd worden. Ik word ook geconfronteerd door het lezen van de Bijbel. Door preken, door liederen. Door mensen om mij heen, door ontmoetingen. Jezus roept ons niet alleen heel radicaal met licht en vuur, en, maar soms ook gewoon heel klein. We leren op een andere manier naar de wereld te kijken. In relatie met Jezus. Dan leren we dat niet meer de wereld het belangrijkste is. Een wereld waarin status, macht, buitenkant het belangrijkste zijn. Maar dan leren we een hele nieuwe wereld kennen. Een wereld van rechtvaardigheid, van ondergeschiktheid, van opoffering. Waarin we rijkdom niets waard vinden en het liever weggeven. Jezus ziet ons net zo goed als Zacchaeus. We leren wie we zijn als we in Zijn ogen kijken. Als we met Hem een relatie hebben, met Jezus verbonden zijn, alleen dan zal je leren dat je radicaal verandert. En dat leren is een proces voor de rest van je leven. Het is niet in één keer klaar. Tot onze dood zullen wij uitgedaagd worden, geconfronteerd worden en tot zegen mogen zijn. Maar alleen als wij. Samen met Jezus naar die wereld blijven kijken. Ik zei net al, maar toen ik tot geloof kwam, of eigenlijk opnieuw tot geloof kwam. leerde ik op een nieuwe manier naar de wereld kijken. En ik voelde de vreugde en de blijdschap die Zacchaeus had. En tegelijkertijd is die blijdschap en die vreugde. die ebt ook weer heel snel weg. Die verflauwt, die vervaagt. Maar dan weet ik dat Jezus erbij is. Dat ik me om kan draaien en weer in zijn blik kan kijken als ik mijn blik weer op de wereld richt. Want die blik in die wereld die blijft ook gewoon trekken aan ons, die blijft verleidelijk. Het gras is vaak toch groener aan de andere kant. Want Jezus roept ons op om, om met hem mee te gaan, om die stappen met hem te zetten in de wereld. Om, om samen met hem te kijken naar de wereld. Om hem na te volgen daarin, om te leren van wie Jezus als persoon is, als mens is, als God is. En om dat te imiteren en na te doen. En is dat makkelijk? Nee, absoluut niet. Als christen zullen we afgewezen worden in de wereld, zal je je hoofd stoten, genegeerd worden door mensen. Jezus blik volgen is het lijden in de wereld zien. En dat lijden kan overweldigend zijn. En alleen daarom denk ik al wel eens dat ik niet op die manier naar de wereld zou willen kijken. Omdat gewoon als je gaat kijken zoals Jezus naar de wereld kijkt, dan zie je zoveel pijn, zoveel ellende, zoveel verdriet. Dan word je overweldigd zoals Jezus overweldigd werd in de Bijbel. Meerdere momenten. Maar gelukkig hoeven we dat dus ook niet alleen te doen als je het in de relatie doet. Ook daar helpt Jezus ons. Helpt Hij ons om te dragen wat Hij ons geeft. Om erbij te zijn, om ons op te vangen als we ons vergalopperen in, in onze eigen doelen. Helpt Hij ons om ons overeind te houden om met Hem opnieuw naar de wereld te gaan kijken. En stappen te zetten. In Jezus ogen zien wij onszelf. Door Jezus blik hebben wij twee opties wegkijken en de wereld in beeld houden en op onszelf aangewezen zijn of met hem naar de wereld gaan kijken in een nieuw bestaan in een nieuw koninkrijk gedragen door wat hij kan doen. Dan zal je de wereld op een hele andere manier gaan zien, op een hele andere manier gaan ervaren. Niet zozeer door Jezus ogen kijken, maar met Jezus naar de wereld gaan kijken. Laten we bidden. Almachtige God, we danken u voor uw komst naar de aarde. Voor uw ultieme reddingsplan, dat u ons allemaal ziet. Dat u ons bij naam kent. Dat u ons roept om een relatie met u te hebben. Om met u te zijn en met u aan tafel te gaan. Met u te eten. Keer op keer. Help ons om, om in uw ogen te kijken en onszelf te zien. Om de strijd aan te gaan met wie we zijn en ons te laten veranderen in uw beeld. Om u op die manier na te volgen en in de wereld te zijn. Help ons weer, keer op keer, om naar de wereld te kijken. Met u. In relatie, in verbondenheid. We bidden dat u ons helpt als verloren mensen. En dat we opgericht mogen worden in een nieuw koninkrijk. waarin we u mogen volgen. waarin we mogen dienen en we mogen zijn. Help ons zo omzien naar de naaste, Naar de mensen om ons heen. En bovenal dat ons hart in vuur en vlam zal staan en dat we veranderd willen worden tot in de kern van ons bestaan. Met u. Laat dat ons verlangen zijn, Heer. In Jezus naam. Amen.